Ik hoop dat ik het nog een beetje beter heb kunnen verstaan. Was het goed? Oké, perfect mensen. Dan gaan we nog verder met nog een stukje toneel. En stond je? Oh ja, dat. Ik zit bij mijn verhaal, kutje. Ik kom hier solliciteren met muziek, hè? Met muziek, wat had je precies in gedachten? Ah ja, de fanfare, dat is toch leuk hoor. Als jullie niet meer over de klink, die majoretten. Die zitten toch nooit meer lopen? En ik loop hier altijd maar lekker, hoor. Ik denk dat er nog muziek komt. Ah ja? Ah, dat komt niet ver. Ja, wel, broer Kapels, over die zin ze niet pas. Godverdek, ik heb een paar hier. Ik heb een heel ding aan zitten oefenen voor de majoretten. Bergdolde mensen. Ja, wel doen de vermaak is er wel. Ja, ah, wel, dan kom ik voor kiks, ik zal akkoord. Het toneel. Oh. Oh, sorry. En dan eigenlijk nog maar een deel van de mensen van het toneel. Vooral in de vermaak. Ik weet niet of ze rol hebben voor de majorette op het moment. Ja, maar ik was dat nog echt heel duidelijk voor een bepaald type rol had. Even de majorette? Ja, maar ik die hebben ze in het toneelstuk niet nodig. Godverrek, mij weer voor niks opgekleed. Het toneelstuk is de kinderkoets. De kinderkoets, dus niet majorette. Bill, ja, dat heb al die moeite weer voor niks gewonnen. En al die pasgeschroefd en alles. Vind ik niet meer leuk hoor. Ik ga maar ergens anders solliciteren dan. Goed. Zo zullen zien, ze zal niet op weg zijn door de majoretten van de Koningin of Hulst. En we kunnen hulde kijken naar de kinderkoets. Je zegt er toch koot op mee? Ik was koot op o en je weet verwacht. Ik weet het, ik het maar al te goed, ja. Ligt altijd nog op, mijn lief. Ah ja, dan word je maar wat meer verstand moeten duwen. We van die nieuwslet voor de dag komen, hij toe. Oh, nieuwslet, oh, nieuwslet, oh, nieuwslet. Het is toch wel de waarheidszekerheid, geen dag gevrogen, hè? Hoe oud zit ik in een feitlet? 58, dat weet je toch? Dat zullen pas in de week anders niet eens zijn, hè? Toen had je veel meer stond als een schooljongen, verlegen en stotteren. Daar zat er geen ene van alle vengt van 58 gewokt daar. Mooi meisje, toch. Maar wat is het nou eigenlijk? Maar moet jij daar niet mee lachen? Ik meen ik dat serieus? Maar wat meen je dat serieus? Ja, maar dat weet je toch? Ach, doe Lotter ons nog wel al over zwijgen. Maar als je dat nou toch zeg, dat kan jij er zien. Jij mij gaan zien. Hop, met die lachen, jongen. Netje, hoe is dat nou toch mogelijk? Dat je mij niet wilt geluren? Zeg, Netje, mag ik nevens toch komen zitten? Ja, dat mag. Maar je maar belooft dat je mij niet lastig valt met jouw nieuwslet, hè? Ja, dat is goed, zeg. Ik beloof je dat ik niets niet meer zal vragen, zeg. Ah, wel, dan is het goed. Ja, ik zal er niet meer vragen, hè, om mee te trouwen. Ja, dat is goed. Allee, voorlopig dan toch, hè? Paul, ik moet daar eens serieus over nadenken. Ah, wel, ja. Doe jij dat, netje. Doe jij dat, zeg. Wat zeg jij daar aan, Brian? Dus ja? Ja, dat zie ik ook wel, ja. Maar voor wat vrouw dan? Oh, zie maar, hé. Een sjaal tegen aan het winkelbuurt. Ah, voor wat? Ja, voor wie anders? Vrouw misschien. Zal toch kunnen, hé? Verleden jaar dan heb ik ook wat kassen gebreken, hè. Ja. Weet ik dat nog? Maar vandaag weet ik dat nog. Ah. Is, hè, ik droog ik die nog aan het ogen, hè. Ah, ja, dan word ik er wel content over. Oh, vandaag word ik er content van. Ah, zeg. En nu breng ik mijn sjaal voor mijn aan. Ah. Als er mij geen ene een cadeau geeft met mijn verjaardag, dan zal ik daar zelf wel zelf verdragen. Oh, een verjaardag, netje? Wanneer was dat? Pas in hier. Nachts. Dan ben ik 56 jaar de buren. 56 jaar? Goh, proficiat, hé? Proficiat. Is dat nou al wat ik kunt zeggen? Proficiat. Ja,
Nog vele jaren, hè? Ja. Merci. Ja. En nog bedankt voor de schone cadeau die ik gekregen heb. God, ja. Ja, die word ik vergeten, hè? Allee, de datum, die word ik vergeten. Maar ja, het is nog niet te laat, hè? Wat maar, hè? Niet meer nodig. Niet meer nodig, Paul. Het is niet meer nodig. Zeg, netje. Ja. Guustje Spek, hé, die is toch wel gelukkig met zijn tieneke niet. Ja. Hoe lang zijn die alweer al getrouwd ondertussen? Ja, dat moet ik eens kijken, hè. Ja. Dat was verleden jaar, mijn nieuwjaar, hé, rond die tijd. Ah wel, zal als je mond of 8, 9 geleden zijn? Ja, dat kan. Goh, en over hier komen dan die. Maar. Ja, en Tineke, nee, goh, die is super braaf, dat is super braaf, mens. Die is bekadet super braaf. Als jij, weet je. Ja. Oh. En de Guust zegt, dat dat nog geen flinke vent is, al meisel. Net als jij zeker, Paul. Oh ja, netje. Ja. Zeg, ja. Tineke, alsof je nou aangaat lang één. Ja, kijk, zeg, daar zit ik nog op just om te denken, ja. Dat is nogal 6 weken dat hij in de kliniek ligt, hè. Ja. En er is geen niet die weet wat hij mag eet. Hé, ik kan u zeggen niet dat de dokters er ook niet aan uitgerookt. Oh, ik heb er een bloed gezien. Gezwollen had hij wat, hè. Volgens de dokter, dan moet het wel een heel speciaal geval zijn, zo. Wat wil de dokter nog weer mee zeggen, hè? Een speciaal geval? Maar je weet toch dat het daar in de geneeskunde niet, dat ze soms voor rare dingen kunnen stonselen. Ja, heel speciaal. Dat vind je de woorden aan ons, hè? Ja, ik zeg. Als je veel boeken leest, hè, en ik lees veel boeken, hè, maar wel, dan kun je geleerde woorden gebruiken. En ik lees veel over de geneeskunde, vandaar. Gewoon geen dokter moeten vuren, Paul. Ja, dat is waar. Maar mijn eigen hartje, hè, dat kan ik zelf niet genezen. Dat kun je alleen maar in, netje. Zet het dan al weer met jouw nieuws, maat? Ja, dat is toch gewoon, hè? Maar wat kan ik er aan doen, hè? Toch niets, hè? Zeg, netje. Zonder meiden is niet met ons in tweeën naar de kliniek gaan, naar Tineke? Wij, ons tweeën? Ja, nu. Ik wil alleen met Guustje ook mee op, maar niet alleen mee op. Ja, goed dan, dan gaat de Guust ook mee, hè. Ah, wel, hè. Zeg, wat zullen we nu dan eens meebrengen? Een flesje wijn of appelsien? Dat is net of curieus, hè. Dat je door wel op hebt. En wij de verjoor dat die vergeten. Ja, maar zeg, Tineke is ziek, die ligt in de kliniek, dat is heel wat anders. Ah, wel, dan zou jij toch moeten weten, hè, dat wijn en appelsien niet goed zijn voor dat de zwoon buik. Ja, volgens de Guust, hé, ja, dan is ze nergens geen pijn. Alleen als je wel van die scheuten, je kent dat wel, van die scheuten, gelijk als dat een aanstaande moeder ook wel eens heeft, weet je niet? Aanstaande moeder? Ja. Dat moet het ook maar weer mee zeggen. Schu, maar dat zou toch kunnen, hé? Hé, de wonderen die zijn die wereld nog niet uit, er. Allee, toe, Paul. Je zot, hoe kan het dan nog? Saf, Poen, wat is dat? Had jij maar een man of gezien, hè? Hé, wat krijgen we nog? Tineke, mijn kleine? Als je host? Had je dat gezien? Tineke, mijn kleine? Zal ik die schalen? Ja, wat weet ik zeg? Wat is dat? Dag, meisje. Hij had Tineke niet gezien. Ah, meisje. Als u iets moet nog meer roken, zeg. Pas zei de week dat ik nog in het ziekenhuis en olie op zie verwijderen klaar. Ja, en de Guust die schokt er achteraan. En mijn moeder de goede dag, hallo zeg. Goh. Nou moet ik toch eens even gaan zitten. Goh. Snap de heer er dan nog iets van even? Half en half, maar ik terwijl toch niet. Ja, de mevrouw nog steeds niet gezien. Ah, maar dan heb ik het er juist nog al gezeten, he. Ging het ze?
Ja. Zeg maar dat wat dat betekent, dan hebben wij geen goede dag niet meer gehad. Dan moeten we excuseren, maar ik ben buiten Ossum. Als Tineke die was weg, en plotseling zag ik dat ze de badplaats vergeten was. Je klein? Niet vooral zeker. We moeten niet te leutig worden, nee, als trouwterik. Leg ons eens liever uit wat dat te betekenen net. Alvraal die ligt in de kliniek. Ja, nee. Zonder ons te verwittigen is ze thuis. En dan ineens, dan lukt ze voorbij aan mijn klein. Nou ja, mijn klein. En dan? Is alles toch goed verlopen met die operatie? Ja, maar zo erg was het ook weer niet. Nee. Proficiat dan, hé. Ja, proficiat, hè, Huustje. Dat is nog toch wel heel goed nu, hè? Ja, maar zie je, mensen. Oh. Zeg, waar zit hij nou toch? Maar dat heb ik toch al gezegd, hè? Wat is het gebeuren, hè? Ah, rood maar, hè. Een maskje. Mis. Rood nog maar eens een keer. Zeg, gelukkige, zeg. Dan hebben we het. Zeg, maar blijft hij nou toch? Hé, hey, Tineke, ik zit hier. Ja, dat zien wij ook wel. Tineke, hij is hier, hè? En hoe voelt ze er eigenlijk nog? Nog linker en sterker als vroeger. Maar nou moeten we je excuseren, want ik geloof dat ik ze geen te zien. Tineke, ik kom! Wel. Als een jonge vent van 20 jaar loopt hij erachter zijn en het al meegemaakt. Oh, nou moet ik me toch eens even gaan zetten, hè, want... Wel, noem die Tjuba, waar ligt dat nog even af? Zeg, ik ben aan de verjaardagscadeau, hè? Oh! Zeg, ja. Heb jij toevallig niet een beetje jodiumtinctuur bij? Nee. En al was het, moest het niet nog bij. Zal jij dan één vermeelbroek uitspelen? Oh, niet zeg. Ik ben woord, alsjeblieft niet, hè? Wat pijstig jij wel niet? Oh, wel kan dat wel tegen, hè? Je hebt trouwens altijd al gezien dat je een aardval hebt. Nou ja, maar niet overal ziet het. Zeg, hadden we ook niet aan de mannen nog niet zo? Hij is lekker, hoor, hè, Sam? Ja. Nou, hoor je dat? Ja, en jij dan? Kijk, ik overal eens op. Ja, ik ook. Allee, heeft die fles hier, toe. Zeg, wat dat heeft toch betekenen? Ja, van de lupen was ik buiten los, maar ik ga erin in de slotskundige. En dan moet je dit wel eens aan het flesleed drinken, dan moest toch schoon. Ah, maar Tineke toch? Liep toch een andere? Ja, Tineke lief. En ons toch? Hé, Paul, kijk dan een keer. Oh, ja. Wat schuin ik. Dus, En dan moet je eens kijken, als je klein handje en wie van die kleine vingertjes erom. En die schuurde donkere zwarte deugdjes. Ja, maar dat zijn precies deugdjes van Tineke, dat zie je wel, hè. Oh, maar dat spreekt vanzelf. Ah, ja, natuurlijk spreekt dat vanzelf. Zee, dat flesje is leeg, hè. Straks dat krijg je nog een vol flesje, hè, Leopoldeke? Leopoldeke, jullie kijk dat goed, zo. Eet dat Leopoldeke, gelijk als een kijk, Paul. Van mijn kamerad Gust, hè. Oh, hoe schoon is dat wel niet? Ja, dan moet ik toch wel eens even gaan zetten, hè. Oh, netje, dan doet het toch wel weer expres geluk, ik. Doet dat niet zo raar, jongen, die kleine weer wakker. Oh, goed, joh, dat is hoor. Ja, sorry, hè. Maak hij misschien een beetje kuwie? Ja, maar niet taart, hè, want dan komt dan nog die melk door. Ja, dat is goed, ja. Ja. Klein, klein popolletje doe, slop ten doe, dat jukskes doe. Moet ik ook wel gezegd, maar ik zou zo doen. En dan kan ik mijn vuur stellen. We zijn allemaal vuur. Want dat ging als jou, ik allemaal was zelfs. Paul en ik, we hebben juist afgesproken. Ze om mijn haar eens een keer te komen bezoeken, hè. Ja, maar ik mocht al vroeger naar huis van die dokter, dus ja. En god, als je een beetje nog s'nachts, dan hebben die klaar. Dat gaat zo goed, hè. Die is zo braaf s'nachts. Ah. En net die ongeschreed, ah, dat komt er liefst eruit en die heeft een fles. De wonderen zijn hier voor de wereld nog niet uit, hè. Kutje. Kijk, nou is wat de polders en waar ik van ook die keer. Popolleke moet nog gaan slopen, want ik word daar wiegen als je moe. Maar dan zal ik je eens vertellen van de Kloos en Kiekeboe. Dus
is nogal postvlak, hè, jongen. Dat kan er dus nog wel wat van leren, hè. Klein, klein popvolkje doe, slopt en doet al jukskes toe. Paul, die is waarom komen zeggen, hè. Met zijn huwelijk zo'n zo. Die man zo, die heeft zijn eigen al niet verloren, hè. Ja, maar is er dan een reden om niet te trouwen? En hoe krijgen mensen een reden om wel te trouwen? Ja, maar ja, weet je nog de rust en nog nee. Die zou al meer dan 10 jaar om aan de kop. En achteraf, dan heb ik wel zoveel spijt dat we niet eerder getrouwd zijn. Ik weet het niet. Ik twijfel. Ik ken de Paul al heel lang, hè. Wat toch met trouwen? Maar wat, hè? Dan zal je niet blijven al zoveel beter. Ja, wilde zijn wilde trouwen, hè? Ja, maar juist, ja. Allee, wat heeft gezegd als je triest toch? Zeg je niet gelukkig? Ja, ja, maar dan moest jij dat normaal eens weten. Zeg dat manneke dat mijn kind toch niet zeker? Nee, nee, nee. Ja, het is juist jong, dat zijn het maar zeker, joh. Ja, dat is goed, want... Waar blijft hij een lustplot toch? Ja, die gaat die melk bij niet kunnen vinden, maar gaat dat zien, hè. Die heb trouwt als ik kieken zo de kop de laatste tijd. En vergeten dat hij doet, vergeten. Kom, dan is hij juist gelijk als de pop. Die vergeet zelfs mijn verjaardagscadeau wel. Zeg, moeten we dan al alle keer de deur steken? Je krijgt dat cadeau vandaag, moeder. Oh, we zullen we zien, we zullen we zien. Ah, hier zit ik er met je. Ah, dat heb ik mijn olie gekost. Ja. Maar toen jongen op die tijd heb je toch 6 keer om de week. Ja, maar dan kun je niet meer zeggen dat ik je op olie laat verrollen, hè. Hier zijn mijn ventje. Drink geen nog een slotje. Zeg, ik ga nog wel niet gedachten. Maar was het dat enige dat is wat? Ik kreeg nog één plaatsje per dag. Wat was dit? Zeg, was het al de 100 door te konkelen voezer? Niets. Ah, jij is toch zo betreuterd? Voelde je al niet goed? Ja, toch wel, toch wel, toch wel. Allee, jong, drinken we die flesjes nog niet uit? Eerst te klein. Ik ga het flesje nog helemaal uit, manneke, zeg. Zeg, merci en santé, hè. Santé. Die mensen bier al drinken achter onze rouwen, zeg. Hé, zijn we al er niet beschond? Ja. Bier drinken. Albertineke, dat is mijn eerste flesje van de oorlog, hoor, hè. Eerste flesje. Heeft jij die klaar maar eens eerste flesje, zeg? Directeur, Tineke. Waar is die bakfles nou? Ah, hier, zeg. Hier, drink dat maar verder uit de volgende keer. Oh. Potvolbloemen. Dat is toch wel een lekker biertje, Marie. Oh. Potvolbloemen. Je zou er beter om doen om mij een potvolbloemen te geven. Ja, netje. Ik zal er schrik om gaan. Kom, Tineke, we gaan nog een paar ook kuben voor dat laneke. Oh, wel, dat is goed. Zijn. Zeg, we zijn nog maar 5 minuten weg. Je zorgt ervoor dat je klaar en niets overkomt of er gebeurt niet ongeluk, hè? Ja. En hier komt dan met vier. Alleen maar hier. Ja. Voilà, chef. Santé, hè? Santé. Oei, oei, oei. Wat is het? Die kraan. Ja. En die ogen, alles is nat. De lakens, het dekentje, alles. Ja, van dat bier zeker. Nee, het is van wat anders. Houd me maar eens een handje. Oh. Ja, en kijk maar eens of je schoenen thuis bent, hè? Ja, ik zal eens kijken. Ah. Ik vind niet zo. Ah, maar kijk dat toch goed is, hè, schuldeloos, hè. Oh, en dan begint het wisse. Hier, mijn broek dat, ze. En waar zijn die vrouwen al toch? Ik vind niet zo. Ah, maar kijk dat toch. Ah, ik vind niks. Ah, stommelijk. Dat kan niet, de schuldeloos, hè, toch. Ik zie niks. Ah, maar... Oh, god, daar zijn die vrouwen ook weer als, hè. Ik mag dat kut de voeten zijn, hè. Ja, laat voor dag zitten, mijn oren is steek te ogen. Ja, ik moet toch om de kabel netje nemen? Ja, en ik zal het wel gedaan hebben. Ja.
Wel, laat het van al leven, hè. Ja, die klaar en die is drijfnat. Ja, dat is mijn schuld zeker. En die hoor? Helemaal ondersteboven gekeerd. Ja, wij hebben nog de schuine huis gezocht. En die gevolgen van haar? Wanneer? Aan toe. Maar klaar naar hem schopen, kom dan haal je vreugd. Mor, toch. Zeg, wat is dat hier? Dat is een schuine huis, hè. Een lomp en blazen boer. Kom dan haal je maar schopen, dan zullen wij ons drieën vragen, hè? Huus van is Paul aan toe gewoon? Ja, die is iets gaan halen vooral. Ah, wel, dat weet tijd ook. Oei. Wat nodig? Dat was ik al niet. Van de markt lag deze brief in de bus en hij was van Martha, haar dochter. En ik was hem overgeven te geven eigenlijk. Allee, toe. Geef dan maar al iets. Vergeten. In deze dagen en vergeet jij nog dat hij met mij getrouwd zit. Nee. Dat zal ik nooit vergeten. Liefste moeder, best August. Eindelijk ben ik dan toch onder beter hand en mijn eerste werk is al te schrijven. We wonen hier in een prachtige omgeving en al daar is heel tevreden, we zijn nu verbonden. Binnen een paar dagen ben ik volledig hersteld en dan kom ik naar Leopold en trouwen. Ik weet het, het zal wel heel zwaar vallen die klaren te moeten afstaan, maar ik verlang je naar hem. Van hem blijf ik enkele dagen, want ik wil die klaren en ontbijzijl op een duur. Ik verwit al wel enkele dagen op voorhand en meld tot en dan een uur van onze aankomst op Zaventem. Vele kussen van haar dochter en schoonzoon en ook Felix van Peter, die zo vlug mogelijk zijn broertje wil zien. Voor de noïst vreeg ik een schoone Zwitserse pijp mee en voor oogmoeder en ik heb ook iets bijzonders. Kus mijn Leopolleke voor mij, haar dochter Martha. Al wel, zei Leopolleke naar de hele dag hier, jong. O, moeder die gaat al terugkomen halen, hè, manneke? Maar, dan is Leopold helemaal niet van hem af. Van mij. Hoe is het toch bevallen? Bevallen? Ja, dat is 30 jaar geleden, ja. Maar, heel lacht al in de kliniek. En ik heb toch zelf al een dikke buik gezien? Maar heb ik al toen gezien dat ik zwanger word? Dat kan niet. En onze zwangerschap, daar hebben wij toen ook nog niet gedoofd. Mochten dan mijn huurdag heel breed moest huren en dat je moeilijk geval zou zijn en alle ziektes je mysterieus was. En dat wij, omdat wij wisten dat een huistje nog je neven was. Even, hè. Ja, en toen hebben wij gehoord dat die operatie zo goed gegaan was en toen had ik even mijn kleine voorbij liep. Maar we rollen dan al vandaan, ik wil mijn kleine. Maar wat was dat eigenlijk, die zwoonbeuk? Ach, gastritis. En wat? Ze laten veel wind op. Leg jij het er allemaal eens verder uit. Leg jij het er maar uit. Allee, vooruit. Martha, mijn dochter, die moest bevallen. En dat zag er naar uit dat het allemaal heel moeilijk ging gaan. Vandaar dat ik door het nooit wat van gezeten was, hè. Nou wil het al lukken dat hij bevalt enkele dagen voordat ik op reed moest kunnen. En zij moest van haar dokter gelijk naar het buitenland om goed te herstellen. Nou wel geluk dat haar man in Zwitserland een boom gevonden was. Dus met klein Peterke zijn die op het vliegtuig gestapt en naar daar gewoon, hè. Maar met klein Leopold in het vliegtuig zal ze van haar niet zo goed zitten, hè. En als u hem bewijs heeft, dan laat hem dan maar bij ons komen. En dan passen wij erop tot dat hij volledig hersteld zit. En dan zagen wij alles er. En ik had of dat er nog een wonder gebeurt. En dan had ik hij wel nog een cadeau gekuurd van voor die kleine. Nou, maar heb je dat dan niet uit de goede tijd gedaan? Ja, wel ja. Weet je wat hij dan doet? Ik geef dat cadeau gedaan. Het naam van mijn oma dochter, hè. Oh, maar dat is heel lief van hoor, netje. Ja, maar zie je, netje. Oh, zeg, maar dat vraag ik al ineens al niet. En ik mij niet vergis, dat me in de pool ook, dat ik, afijn, dat me wij. Ja. Oei, dat is het, hè. Hier ben ik er mee, hè. Kijk, te zien, hè. Alsjeblieft, hè. En zeg nou niet dat ik al niet gaan zien, hè. En wat krijg ik nou? Yes. Kijk, want het is een pas op dat gewagen niet prikt, he, wat dat doet hier, hè.
dat is ja, wel. Maar waar krijg ik dan? En ik kom hier toe. Oh, de schoonste dag van heel mijn leven. Oh, wat zit hem dorst, hè? En hoe is het hier met ons voetballen? Oh, dat is toch wel een schurend dag, zeker. Ja, nou moet ik wat toch eens iets vragen, hè? Wat zou de heer er nog van vinden, hè? Wat zou de heer er nog van vinden, hè? Als ik mijn eigen is kandidaat moest stellen voor de Peter? Twee goede kameraden, geen volk en ik de Peter. Maar wat vind je ervan? Goh, luister eens jongen, er moet mij iets van daar. Gij kan niet de betere worden van Leo Polken. Nee? Maar dat snap ik niet goed. Gij kunt niet de betere zijn, want ik ben de betere. Dat kan toch niet? Gij bent de Guus, gij bent toch geen de Peter? Ik ben wel de Peter. Ik ben de Peter van Peter. Zeg, een momentje, nee, niet te rap, hè. Leg dat dan nog eens een keer uit. Ik ben de Peter van Peter. Ja, Peter, je weet wel, dat is de naaste van Marta van Oostienigen. Ah, gesnapt, zeg. Heer, zet de Peter van Marta. Ja. Ah, zo, hoe is het, meneer? Goed. Heel goed, binnenkort dan komt ze de kleine terug halen. De Peter? Oh, ja. Hé, maar... Waar is die dan? En waar is ze zeer dan? Polen, jij kunt gewoonweg niet de betere worden van jouw volken, omdat ik al de betere ben. Van Peter? Ja, en binnenkort word ik ook de betere van jouw volken. Oh, dat is ook wel spijtig, zeg. Goh. Ja, dat zit in mijn vuur geweest. Maar... Als de geer de betere zit van Polen, en ook zijn vader. Amai, maar dat kan toch niet? Paul, zet al hier wijd open. Leo Polken is de pasgeboren zoon van Marta. Amai, wat zeg je nou? Ik ben niet de vader van deze kleine nieren. Nee? Snap je dat nog niet? Jij bent niet de vader van Leo Polken? Nee. En jij bent ook niet de Peter van Leo Polken? En ik niet de Peter? Zeg, straks kon je nog zeggen dat ik de vader ben. Hé, laten we eens naar kijken. Ja, Polen, jij kan niet de Peter worden van Leo Polken. Tjuw toch, hoe ben je me dan? En? Oh, maar dan is die club niet de moeder. Van ergens niet. Oh, hoe ben je me dan ieder gezicht? Ja, omdat je het mij niet gevroegen hebt, hè. Meneer Marrière. Zeg, wat heb je nou wat? Ja, daar werd er niet goed van, ik. Ah! Oh! Wel al de schuld van netjes, hè. Noem dit je toch? Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan naar het bureau. En als school? Dan gaan wij een fijne kurken bij ons thuis nemen. Want die twee loepas niet nog maar was dan ruzie. Zeg, mag ik de bol op je puntje niet meer trakteren? Hela. Die chocolade is hier nog altijd blik van de schrik. Nee, het is meer een toer. Ik trakteer wel. Je boe, ik trakteer. Hela, zoek thuis onder die twee uit, jong. We hadden hier net even 200 zeg. Salut, hè? Zeg, en hij niet toe op thuis komen, hè? Want anders moet alle luiers uitwassen. Zeg, Paul. Ja. Zou jij mensen niet kunnen helpen, jongen? Dit doet jou zo hier. Wacht even, nou toch stil, hè? Want hier zit er nog in. Ja, Oh, god, zeg. Mensen. Ja, en hier voel ik ook nog iets, hè? Wat is het? Wat is er niet goed? Nee. Die zei, ik heb ook al eens gedacht, hè. Wacht, zei, zal dit open doen, hè. Voilà, zei. Santé! Santé, en op de gezondheid van ons Leopolken, hè. En Miek Katoen, kom morgen vroeg. En laten we het niet kunnen.